wij vierden oeraas vroeger kermis. Oh, maar dat begon net van in de week, hè. Bij verken door te doen. Hè? En dan de boter te maken. En dan te bakken vrijdags. En zaterdags begon het al bij de noend. Hè? Stond er dan een speciale menu? Natuurlijk. Waar wijnde de vroeger zo bij de kermis nogal gaten? Oh, dat ging aan het seizoen af. Hè? Ik begon van het hin. Hè? En dan de videken. Is dat ook goed gezegd? Videken. Ja, dat is heel goed. Heeft dat geen ander naam? Dat is goed. Een videken. En dan patatten. Met groenten. En gebraad vlees, hè. Ja, en dan de dessert, dat was fruit. Fruit van het seizoen. Hè? Dan draaiden we onze bord om. Eerst kregen we de sop te luur. En dan kregen we de te luur voor de patatten. En voor de dessert draaiden we dat om. Hè? Was die goed leggen. En dan moesten we dat schellen. En dan legden we dat daarop. En dan moesten we door. Dat was een dessert te luur. Ten teleur omgedraaid. Of de bord, weet je het wel zeggen, maar het is een teleur, hè. Van vroeger was dat een teleur. En stond er ook bij de kermis een tent, een spiegeltent? Oei, nee. Dat heb ik en allemaal nooit gezien. Niks, geen spiegeltent. En kon je ook naar kermissen batenhalen? Overal. En toen stond er dan wel tenten? Tenten en de zaal open en film, de cirkel open. Ja, ja, en naar Rummekermis, naar Alkenkermis, naar Wilderenkermis. En waar ging je door dan heen? Bij de fiets. En toen werden dan gedaas? Natuurlijk. Tot in de morgen duren. Dus dat was heel plezant? Heel plezant. En hoe kon Oraas dan mee? Nee, nee. Dan, het is te zeggen als we 20 jaar worden, hè. Hoor, ieder mogen we niet gewoon, hè. We nooit niet mogen gewoon voor 20 jaar. Dat nee. En dan schelden toch vriendinnen genoeg, hè. En vrienden, ja. Die leerden verkennen, ja. Maar ja, ik heb niet achter een andere man gezocht. Dat zijn er van allemaal, hè. Hoor. In het eigen dorp, zeg je? In mijn eigen dorp, hè. Dan heb ik geen geval gezocht, hè. En die heb ik gekozen en die was het en die was goed. Ja. Mag ik dan vragen, moet je die het leren kennen? Of wie heb je die leren kennen? Ah, ja. En hoe krijg je automatisch op elkaar, hè? Als je jong zit. Dat is automatisch, hè? En het mocht er niet, hè? Voordat ik 20 jaar was. Maar dan, als er iemand sterf, hè? Slovers, was bidders. 4 dagen. En de 5e dag wordt dan die mens begraven, hè. En dan kunnen we bidden, s'avonds, hè. En dan was mijn man ook, hè. Als jong man, als jonge jong, hè. En ja, en dan bleef je staan, hè. En een beetje gevraagd, nee. Maar een kus gegeven, een gebabbeld. Maar dan moest dat zo blijven. Want dan mocht niemand nu weten. En het ergste wat ook was gebeurde dan, dat was als het maneschijn was. Als het suclere was. Dat zegt dan of zo'n ding. Geen kus geven, hè. Of nergens stoom blijven. Dat was het er. Maar toch, ja, zijn er van elkaar nooit naartoe verlozen, hè. We worden toch bij content. Tot de dag dat we verder mogen, hè. Ja. Dus je hebt dat niet direct deren vertellen tegen Oraas? Oh, ik mocht niet vrijen voor 20 jaar. Dat was zo, 20 jaar? Iedereen. En was ik nog veel te jong, zeiden ze. Mariette, wie veranderde het leven in het dorp tijdens de oorlog? Ah, de schrik. Dat hadden we onder de oorlog. Hè. Maar tekort aan eten of ik dat niet. Maar schrik, s'nachts. En voor te slopen nog, hè. Want je moet weten, in de muilen hebben soms dat 10 keer bestolen. Hè? Dan heb je veel, veel moeilijke nachten. Hè? En wat kwamen ze dan pakken?
wat ze konden krijgen. Een verke, een schoop slechten, de bloemen uitdragen, geld dat je dat, de hennen en de kiekjes hebben thuis wel 3 jaar in de grote keuken gezeten. Alle dagen moesten we die inhalen, s'avonds en s'morgens de 5 uur, alle dagen die uitloten en dan de plak afgieten en schoonmaken. Dan was die geuren weg. Dat was de last van de oorlogsjaren. En dan malen mocht je ook niet als bij een geleibrief. Hè. En een geleibrief, dat wou zeggen, de naam van iemand, ik zeg nou maar zo, het was een andere van haar papa, van Bams, ha, met een pa. En een zak malen, 50 kilo. En zij mogen geen terugkamer strijden, als je mijn papier niet afstekelt. Pa zei, ja, onder de noem kun je toch niks, zei er zo. Hè. En wij, hoor pa, voor de 2e keer terugkwam met zijn zaak. Maar het papier was de 1e keer niet afgetekeld. Hè. Dan hebben ze hem gepakt. En daarvoor zijn we in Brussel moeten opkomen dan Turken. Dat waren allemaal lasten van de oorlog. Hè. Oer, mijn mama maakte zelf boter. Heb je dat ook vroeger gedaan? Ja, zeker. En bakte jullie zelf? Zelf. Je had een bakoven? Ja, een hele grote. Brood met een vlooi. En een hele grote. Had dat iedereen in het dorp een bakoven? Dat. Worden toch mensen die in betoeglis kwamen bakken? Nee, er worden nog mensen die kunnen bakken. Worden hij in het dorp een halmoel vol winkels of cafés of zoiets? Nee. Hij worden 2 winkels. Dat was de sparwinkel bij Boeien en Rijn. En dan bij Marre, bij Domien Marre. Dat was aan deze kant. En Rijn was aan die kant. Er waren 2 winkels en 2 cafés. En dan bij Wouters, bij Finn Wouters. Toen kon ze een pint drinken en zwart zal ik zeggen. Dus achter het hutje dat ze zeggen. Achter het hutje, zo zei je, ja. Jawel. En ene café was hier, deze kant, op Maasrode aan. En ene was juist aan de kerk. Dat was de kerstcafé. Voor alle zondagen, voor de mensen die uit de kerk kampen. Die hoefden we allemaal kaarten. Bij de boos, ja. Dus in de cafés was altijd vol leven? Ja. Het was een rustig dorp, maar wie worden daar gewend van zo'n leven? Wie worden niet daar gewend als ik naar Alken mocht gaan of naar Rumme? Dat mocht niet, maar dat was een heel andere kermis. Hè. En vroeger, s'avonds, wat doen de mensen dan s'avonds? Ah, als we vroeg gedaan hadden, neem dat ook het seizoen af. Op de boom zitten, die zo hem lag. En toen kwamen er dan nog bij, toen zat het er 10, 12. Allemaal iets vertellen. En discuteren. Hè? En dan moet je gelijk slopen. Want daar het is tijd, morgen is vruchtdag. En zo. Dat was s'avonds. En zondags, ja, vogelen pikken. Op de poot, de jongens. Hè? En de metsjes, ja. En de buks gelezen. En naar de cinema gaan. Daar kon ik voorbij. Alle zondagen naar de cinema. En hoe was die cinema? In de Palas of in de Patria. Maar dat was dan 8 uur. En dat was al het werken doen. En dan kon ik naar de cinema. En dan, als we nog het rooster eens kijken, kon ik nog eens een uur dansen. Op de Tongense Steenweg. En dan kwam ik bij Niel Rijthuis. Misschien bij Tiene. Voor geen auto's. En dan aan een veel plezier. Oei, ik zou niet willen ruilen dat leven van haar. Als je weg zit en je komt niet op tijd thuis, wat zei je een man? Wat zou je zondaan hebben? Dat was vroeger niet, hè? Hè? Dat is toch zo, hè? En als je iets in het zicht hebt dat je ergens moet zijn, dan moet ik toch iets nieuws hebben, hè?
Want het is een andere mode, hè. Zo is dat nou, maar dat is je leven, hè. Dat is je leven, hè. We kwamen ons thuis en neven de muilen stond ze van het huis. En dat was Jonke Moeijas. Het was zo'n klein manneke. En die sliep in een alkoof. Maar een alkoof was het bed van vroeger, hè. Een alkoof was het bed van 1418, hè. Kent je dat? En die man moest dat nog maken, s'avonds. En als een venster de dagen door. En ze worden in de hof en een boenstek kunnen aantrekken. En die man had zo lang komen. En Ja van Dormal was erbij. En die stuurt de venster wat wijder open. En dan liggen dus een slippen. En er kwam uitgelopen. En toen hummen die man was zo goed. We worden allemaal lopen. Allemaal lopen. Ach ja, dat heb ik veel kattenkoord gedaan. Ja, zoiets zou je nou niet meer kunnen doen, dan kwamen de politie achter. De politie, hè. Maar dat was vroeger, nee. Dat was vroeger, die wist van wie dat geweest was, hè. Maar ja, er moest toch achter ons komen, hè. En vind ik een vuil naar Virginieke, die 100 jaar geworden is. En dan zijn er van Virginieke, bak nou wat pannenkoeken. Bak nou wat pannenkoeken. Ja, maar nou kan ik niet, ik word mijn vuil afstrikken. En dan, ja, allee, kom, dan bak de Virginieke toch pannenkoeken. En dan koken weer de pannenkoeken eten, of zo jorig 16 worden. Hé, nou, dan doen we weer dekplezier gehad. Ja, dekplezier gehad. Dat bestuurt nou niet meer, ja. De mensen kunnen daar nog niet meer vertellen, nog niet, hè? De mensen kunnen niks meer vertellen, hè. Mariette, je hebt me een zoet die het vertelt over de verken. Over de verken, ja. Zeg het eens. Ik was nog heel jong. En ons mam zei dat je naar dat verken moest zien. He? En huur zijn ze vroeger in de tijd, dat verken kost grazen. En ik was bij dat verken gegaan en ik had daar de zaaien gejaagd. Ik dacht, doe ik aan dat ook grazen van die kant naar die kant en ik zet me erop. En ik ging dat verken loop tot aan Boudewijn zijn winning, zal ik maar zeggen, hè. Tot aan Boudewijn zijn winning. En toen was ik een slop gevallen op dat verk. En madame Boudewijn, die had me thuis gebracht. Ja. Mariette, je had me nog gezegd dat je iets vergeten te zeggen bent van de oorlog. Ja. Vertel maar. Ja. Wij hadden dus al veel overvallen gehad, hè, van de dievenbenden, hè. En van de bende van de Damesco's. En een schone dag worden de bende van de Damesco's thuis. En dan hadden we aan de walen de van Luik afkomen voor bloem te halen. En een hoen gekocht. En een hoen, dat is ietsje lang als dat. En daarbij koos je dan honen dat ze in het hele dorp huurden dat je in een overval had. Dus dat is een soort micro? Denkelijk. Hè? En mijn pa zei tegen mij, ik was alleen thuis, en hij dan, zouden we dan niet kopen? Ik zei, ja, dat is toch beter als niks. Hè? Maar de geboerman, die wist ervan dat we dat gekocht hadden. We hadden dat verteld. Hè? En dus gewoon een dag kregen we de overval van de bende van de Damesco's, dat we de maskers hadden. Zo. En daar stond bij vijven voor de deur. En ik kwam nog in bij de was. Het was snikkrikdonkel. En ik vroeg aan mijn broer, die was in de muilen niet aan het doen. Zeg, ik zou de deur niet sluiten. Oh ja, zei hij, het is toch donkel, zei hij. En terwijl ik de deur sloot, klopte hij van de bende van de Damesco's. Ik zei, wie is door? Goeie bekende doet maar open, zijn ze. En mijn broer springt achter me gewoon en die zei, niet open doen, je kent de stem toch niet. En ik zei, ja, maar wij gaan wat weten. En ik kroop op de tafel, dat was zo'n kleedteufel onder de venster, voor zo'n ziet dat paard op te zetten.
En ik zag ze doorstomen. Aan de vensters zonken plafaturen, maar dus zo moet dat uiverlicht is dus een spleetje van boven. Dat moest tegen één keer doorletten ik dood en ik zag er door vijf stomen. En ik zei tegen mijn pa, al de naam er ga bij, de loon. En ik trok direct het vuur uit de stuif, want ze bunken ook beraan op de stuif, hè. Hoor, als het was dat je niks gaf, hè. En mijn pa die hoonde, en de geboerenman die zei tegen zijn zuster, Uren, zei er, de houden en de muilen geen goed, zei er, dat is toch een goeie, zei er. En dat duurde duizend aan. Pa woonde nog een keer of twee, drie. Ik zei, hoe kan men nog bij meer? Dus bij 35 en af. Allemaal mensen voor te helpen. Hè. En die van de bende van de dameskous, die worden er weg.